Jorn, je had een vraag binnengekregen op Twitter van Luc. Ja, Luc van Mierlo die wil weten, wat zijn onze persoonlijke hoogtepunten van 25 jaar Disneyland Parijs? En we mogen er maar één kiezen. Mm. Dan ga ik niet als eerste. Ja, ook niet Jorn zeker. Dan ga ik wel als eerste. Toen ik 30 werd, toen kreeg ik een cadeau van mijn vrouw. Dat was namelijk een weekend naar Disneyland Parijs. Ons dochtertje was toen 2, denk ik. En ik vierde mijn verjaardag op vrijdagavond. En we zouden op zondag volgens mij naar Parijs toe gaan. Dus in alle vroegte wij naar Parijs toe rijden. En hoe dichter we op het park aankwamen, begon mijn vrouw in de auto druk te sms'en en te doen. Maar zij deed meer alsof ze allerlei berichtjes binnenkreeg van mensen die er verder niet toe deden. En dat het niet zo belangrijk was. En dat zal wel. Dus wij parkeren onze auto op een gegeven moment bij Newport Bay Club. En we lopen de lobby in. En er zat een hele lelijke meneer. En nog een hele lelijke meneer. Nou ja. Nou, het was goed bedoeld, Michiel. Maar onder andere, Michiel zat daar op mij te wachten. En totaal niet doorgehad. Want hoe is dat gegaan, Michiel? Jullie waren voor mij na mijn verjaardag. Waren jullie s'nachts al vertrokken daarheen? Ja, wij hebben bij jou thuis je verjaardag gevierd. En toen jij dacht dat wij naar huis gingen, ging ik met Harold, de andere vriend, mee naar zijn huis om bij hem te slapen. En wij vertrokken, nou ja, je weet hoe dat dan ging, om een uur of 4 naar Parijs. We hebben daar een heerlijke dag gehad. Op een gegeven moment kregen we het sms'je van jouw vrouw van we zijn er bijna. En toen zijn we naar je hotel gaan lopen. En daar op jou gewacht. Maar we wisten natuurlijk al lang, want zij had ons al lang verteld, joh, ik neem Ralf mee voor zijn verjaardag. Hij weet nog van niks. En dacht, oh, wat lachen. Wij gaan ook wel. Ja, kaartje op zak. En zou het leuk zijn als wij er dan ook ineens staan? Ja joh, lachen. Ja. Dus dat was vrij Ja, en dat vrij was een uniek. Prachtige dag in oktober. Dus we hadden Halloween, werd daar gevierd. En dat was ook dus de eerste keer dat wij met onze dochter naar het park gingen. 2 jaar. En die ontdekte daar, nou ja, ik heb het er met Michiel vaak over, de beroemde stoeprandjes. En alle dingen waar je normaal gesproken in Main Street gewoon aan voorbij loopt. Ja. Daar bleef je nu bij stilstaan. Dus je bleef langer stilstaan om alle façades te bekijken. Om het straatwerk te bekijken. Om de hekjes te bekijken en alles. En dat was zo'n magisch moment. En dan, ja, met je vrienden eruit te lopen. Met je familie. En daar zo'n park in met het zonnetje in oktober. En ja, dat was die ervaring was gewoon compleet. Was er toen een speciale attractie? Was er toen een speciale show? Ja, Halloween. Geen idee, maar dat gevoel van met vrienden en familie op die manier een park binnen te lopen en je dochter wordt eerst kennis laten maken met het park, dat was echt magisch voor mij. Dat vond ik fantastisch. Jouw persoonlijke hoogtepunt, Jorn, uit 25 jaar Disneyland Parijs. Ik ben heel benieuwd. Dat is dan toch de allereerste dag dat ik compleet in kostuum van de Tower of Terror mijn allereerste dag mee mocht lopen en achter de schermen mocht kijken en gewoon de ins en outs van de hele attractie te zien kreeg. Iets waar ik natuurlijk daarvoor al 10 keer in geweest was. En opeens stond ik daar en mocht ik zelf deel gaan uitmaken van het hele verhaal. Ja, dat was wel een van mijn hoogtepunten. Ja, dat snap ik heel erg. Maar niet dat toen de magie verbroken werd. Nou, anders hadden we niet gezeten, denk ik, toch? Niet. Nee, juist het tegenovergestelde, eigenlijk. Okay. Ik heb juist meer respect of zo gekregen voor het hele bedrijf erachter. En dat alles ook achter de schermen zo goed in elkaar zit. En echt een geoliede machine is. Mocht je nou nog niet alle details aflevering hebben geluisterd, dan moeten we eventjes verwijzen naar aflevering 46. Daarin vertelt Jorn uitgebreid over zijn ervaringen als castmember in Disneyland Parijs. Met wat allemaal bij komt kijken, wat je moet doen. En nou ja, alle ins en outs. Aflevering 46 van Details. Wat is nu, jouw hoogtepunt, Michiel? Er zijn er heel veel. Echt heel veel. En, 1. Ja, en ik ga tot 1 beperken. 1 weekend, waarbij wel 2 dingen samenkomen. Waarbij ik even hardop moet zeggen dat ik onder andere dankzij mijn werk heb ik al heel veel mooie exclusieve dingen kunnen doen in Disneyland Parijs. Zoals uitzenden vanaf de Gibson Girl op Main Street met een volledig functionerende radiostudio, live radio maken van het Disneyland bijvoorbeeld. Ja,
En de relatie die we daar hebben opgebouwd met Disneyland heeft er ook al een paar keer voor gezorgd dat ik bij bijzondere events aanwezig mocht zijn. En er zijn er twee die me daarvan heel erg dierbaar zijn, want die waren echt zo, wow. Dat was de viering van de 15e verjaardag en die van de 20e. En ik ga uiteindelijk... Dat is er toch stiekem Nee, want ik ga uiteindelijk toe naar mijn... Ik ga toe naar de 20e verjaardag. Dat was een heel bijzondere weekend. Het was de allereerste keer Dreams bijvoorbeeld. Het was, weet je, ze trekken echt alles uit de kast bij zo'n event. Maar wat het voor mij extra bijzonder maakte, was dat ik daar voor het eerst, en dat is nog steeds iets wat dag in dag uit daar plaatsvindt, iets hoorde dat ik een paar weken daarvoor licht giddy, licht zenuwachtig had ingesproken ergens in een studio vlak buiten Amsterdam. En dat is dit. Oké, okay, is Frans van Mentjeur. Ja. Even, waar zit hij? Oh, dit... Ja, dat zijn we hebben. Oh, hier komt hij. Dames en heren, jongens en meisjes. De Disney Magical Parade begint over 5 minuten. Bedankt voor jullie aandacht. Dat dag in dag uit mijn stem daar te horen is, dat vind ik fantastisch. En het moment dat ik daar was en dat voor het eerst hoorde... Ja, joh. Dat is absoluut mijn hoogtepunt uit 25 jaar Disneyland Parijs. En misschien is het wel leuk om die ook te gaan verzamelen, al die hoogtepunten. Gooi ze maar in de comments op d-log.nl. Gooi ze maar in een berichtje in onze Facebookpagina. Of plaats als comment op een van onze vele kanalen. Dan kunnen we daar een mooie boeket van samenstellen in aanloop naar de 25 jaar. Onder hashtag 25 jaar DLP. Hashtag 25 jaar DLP. Vind ik een hele mooie. Die houden we erin. Hashtag 25 jaar DLP. En wij gaan dan op d-log.nl ook werken aan een mooie serie om al die 25 individuele jaren op gepaste wijze te eren en te herdenken.